De verkeersbarometer is landelijk gestegen naar 10. De 23-jarige bestuurder Lorenzo Kerk en de 21-jarige bijrijder Colin Mahindra Persat zijn in de vroege ochtend van maandag door een verkeersongeval om het leven gekomen. De politie van het resort Nieuw Amsterdam kreeg melding van een verkeersongeval te Lust en Rust. Toen de wetsdienaren op de plaats aankwamen, troffen ze een voertuig tegen een brugleuning aan. Volgens het voorlopige onderzoek reed Kerk vanuit de richting Nieuw Amsterdam naar Meerzorg. Het vermoeden bestaat dat hij met een hoge snelheid moet hebben gereden. Hij heeft waarschijnlijk bij het beschrijven van een bocht de controle over het stuur verloren, met als gevolg dat hij tegen de brugleuning aankwam. Kerk was bij aankomst van de politie reeds overleden, terwijl Mahindra Persat kort nadat hij uit het voertuig was bevrijd het leven liet. De brandweer moest eraan te pas komen om hem uit het voertuig te bevrijden. Beide lichamen zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Met het overlijden van deze twee personen is de barometer gestegen naar 10.